Goedemorgen allemaal. Weer een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. Is donderdag vandaag? Ja, het is donderdag. Ik moest zelf echt de laatste tijd nadenken over dagen. Maar het is kort over 8. Ik ben niet net wakker. Maar ik ben wel net de deur uit. Want ik ben onderweg naar de huisarts. Mijn haar ziet er trouwens niet uit. Ik wil het eigenlijk uit het plukje. Maar ik ben net de deur uit. Omdat ik richting de huisarts ga. Ik heb namelijk echt al 4 maanden of zo. Echt super, maar ook echt super veel last van mijn voet en mijn handen. Dan heb ik het over een soort jeuk of zo. Irritatie. En dat is vooral 's nachts en vanaf de middag. 'S morgens heb ik er niet zo heel veel last van, soms. Maar ja. Dat is dus best wel een ding. Dus ik heb van alles geprobeerd. Zalfjes, kremmetjes, poeiertjes. Niks werkt. Dus ik ben nu echt tot zo'n punt dat ik er gewoon 's nachts van wakker lig. En gewoon denk, nu moet ik gewoon naar de huisarts. Dus ik ben het gewoon zat. Jeuk is het vreselijkste wat er is. Maar ik heb, weet je wel, ik heb wel van die droge voetkremmetjes geprobeerd. Van die voetschimmelcremmetjes, want je weet me nooit. Want ja, weet je, ik koop ook wel schoenen. En daar zitten mensen ook wel eens met hun voeten vooraf in natuurlijk. Je weet maar nooit wat die aan de voeten hebben. Maar ja, niks werkt. Er zit even niks te zien. Alles ziet er normaal uit. Geen bultjes, vlekjes, niks. Heel apart. Maar vooral heel vervelend, want het is voor mij echt nu wel op zo'n punt gekomen dat ik denk, nu ben ik er gewoon echt helemaal klaar mee. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik loop nu onder naar huis, dus ik moet 8:30 wezen. Het is nu 8:55. En ik zit hier achter, dus ik zit er zo. Daarnaast moet ik vandaag even naar Rotterdam. Centraal, want het is zo dat ik ik moet mijn OV omzetten. Dus ik heb een maand abonnement. En ik moet een jaar abonnement gaan aanschaffen. Dat hebben ze verkeerd omgezet. Dus dan moet ik het weer nu weer omzetten. En vanmiddag hebben we de crematie van mijn ooms vader. Dus dat is iets minder. Kevin en Jesse zijn allebei bij, hoorde ik. Dus dat vind ik wel een beetje heavy eigenlijk. Om dan natuurlijk ook te bedenken, ik ga daar trouwens niet filmen, want er zijn er heel veel mensen. Namelijk scholen gaan ook weer open nu, hè. 8:30. Maar dan te bedenken dat, kijk, ik was dezelfde leeftijd als Kevin toen mijn overgrootopa overleden. Dus ik weet donders goed hoe dit voor Kevin is. Maar Jesse is 5. En dat vind ik eigenlijk gewoon echt, met mijn opzicht, te jong om hem mee te nemen daarheen. Dus, maar goed. Het is hun keuze. Ik bepaal dat niet. Dus dat was wel even dat ik dacht van, oei. Oké, okay. Dus ik hoop dat ze ook gewoon voor de kids zullen zijn. Maar goed, trouwens al helemaal zwart. Hieronder zit wel kleur, maar ik heb even een lekkere trui aangedaan. Op de huisarts. Man, waarom is dat ding? Maar bij de huisarts geweest. Ik heb koelzalf meegekregen. Nou weet ik donders goed wat het is. Ik gebruik dat namelijk bij bijna elke ouder wel op mijn werk. Ze verwachten niet dat dat gaat werken, omdat ik al echt van alles heb geprobeerd. Er is ook niks te zien in mijn voeten zoals de huisarts inderdaad zei, zoals ik al dacht. Maar nu heb ik ook allergietabletjes meegekregen, 10. En als dat na die week niet werkt, na een week, dan moet ik terug en moet ik naar een dermatoloog. Om te kijken wat er dan aan de hand is. Lekker donker hier. Op naar de bloemenwinkel, want ik heb bloemen besteld om op de kist te leggen vanmiddag bij de crematie. Dus die ga ik er gelijk even ophalen. Ik heb ze, ze zijn per 2 verbonden, maar ze zitten even in 1 verpakking. Zodat we ze netjes mee naar huis kunnen nemen. Oh, wacht. Goed, daar staan we dan. Het is felle lucht buiten. Maar goed, daar staan we. Ik heb mijn allergietablet ingenomen. Ik verwacht eigenlijk niet dat het werkt, want
ben volgens mij nergens. Oh, en daar komt een busje, want ik ga onderweg naar Rotterdam. Mijn kapje op. En let's go. Goed, ik ben het busje uit. En nu onderweg naar de metro. Ik moet trouwens de vlog van gisteren ook nog gaan editen. Maar dat doe ik vanmiddag als ik thuis ben wel. Ik ga nu in ieder geval richting de metro. Dan ga ik even mijn OV regelen. En daarna even uiteraard een kop koffie halen bij de Starbucks. En ik denk dat ik er daarna heel even uit ga bij het plein. Om te kijken of ik iets van een zwart blouseje, hesje of iets kan vinden. Voor de crematie. Jongens, wat was het druk op Centraal. Echt ongelooflijk. Maar het is gelukt. Uiteraard heb ik gelijk een kop koffie gehaald. Ik heb vandaag een Amerikaanse schone zwarte koffie gehaald. Maar met kokosmelk. En ik moet zeggen, smaakt best goed. Smaakt best goed. Voor herhaling van maar. Ik dacht, ik ga even wat anders doen dan normaal. Ik heb even een tas gewisseld. Ik heb even mijn kleine bruine tasje van... Atelier Ralph gepakt. Merk tasje. Vind ik echt een super cute ding. Hij is gewoon lekker klein. Maar wel gewoon heel erg fijn om mee te nemen. Ik heb even gewoon een blouseje gehaald bij de Pri. Want ik wist dus totaal niet wat ik aan moest doen. Er zit witte blouseje met streepjes erop. En even een zwarte skinny broek gehaald. Want ik heb verder niet echt goede zwarte broeken. Dus ik ga hem even omkleden gelijk. Ik doe het gelijk aan naar de crematie, want daar heb ik het ook voor gehaald. Het is 1:15 geweest. Mijn opa en oma komen om 1:45 halen. Dus ik ga hem alvast even omkleden. Ik heb al gegeten al, dus dan ga ik ondertussen daarna even de video editen. Goed, ik heb even spul in mijn haar gedaan. Dat ga ik zo feunen. Ik ben omgekleed. Een blusje heb ik in mijn broek gestopt, omdat ik mijn colbert er zo over aan doe. En ja, de rest spreekt voor zich. Ik ga... eventjes de video editen en een beetje make-up bijwerken. En dan zometeen mijn haar feunen. En dan zijn we zover. Ik heb er totaal geen zin in. Ik ben de laatste tijd wel iets te vaak bij een crematorium voor dieren of mensen. Maar goed, ik ga er gewoon uiteraard heen als eer betoon. Voor degene die er niet meer is. En uiteraard voor mijn oom en tante en mijn neefjes. Want die hebben het ook niet makkelijk. Wat ik vanmorgen al vertelde, weet je. Ik weet donders goed hoe Kevin zich voelt. En Jesse, ja, Jesse is 5. Natuurlijk denk ik wel dat hij het begrijpt. Maar ik weet het niet. Ik weet echt niet hoe hij zich voelt en alles. Maar goed. Ja, ik ga even een YouTube video opzetten. En dan zal ik eventjes editen, even make-up bijwerken. En over een half uurtje vertrekken we. Die kant op. Ik drink mijn koffie nog even op. En dan... ik laat trouwens de camera hier. Die ga ik niet meenemen. Het heeft geen zin om het mee te nemen. Ik ga er toch niks filmen. We gaan daarheen. We gaan daar afscheid nemen. En als het erop zit, zit het erop en gaan we terug naar huis. Dus ik laat de camera gewoon thuis. Goed, ik heb even een nagellakje opgedaan van Essie. Gewoon een simpel witachtig nagellakje. Maar ik ga even de vlog editen. En daarna mijn haar doen. Het is 2:50. Dus ik heb trouwens mijn oogschaduw iets donkerder gemaakt. Bruiniger dan normaal doe ik gewoon een soort huidskleurtintje of licht roze of zo. Maar ik dacht ik wil even een ander kleurtje. Ik heb geen mascara opgedaan. Ik heb wenkbrauwgel op. Wenkbrauw en lashes gel op mijn wimpers zitten. Omdat ik weet dat als we daar gaan lopen janken, wat waarschijnlijk wel gebeurt...
dan ja, zit het onder mijn oog. Dus ik doe zo nog even een setting spray op voor ik ga. En dan ga ik mijn haar doen. Ik zet deze in ieder geval even in de render. En dan hebben we dat gehad. Goed, inmiddels thuis van de crematie. Het was een super mooie crematie. Ik ga er verder ook niet meer over in. Maar ik ben een beetje pissig. Want mijn moeder was dus thuis vandaag. En dat bureau van mij stond natuurlijk in de kamer hiernaast. Of daar nadruk op stond. Staat nu überhaupt helemaal niet meer. Maar mijn moeder die was te denken zat. En dat bureau moest terug. Want ze was claustrofobisch in de kamer. Want dat stond vol bla bla. Wat heeft ze nou gedaan? Zit het bureau van de ene kamer naar deze kamer gesleurd. Het bureau kan er niet voor hebben omdat hij mijn ijzeren poten heeft. Mijn moeder heeft het letterlijke blad losgetrokken van het stelsel. Hij is compleet doorgescheurd. Hij is kapot. De bouten zijn compleet afgebroken. Ik kan jullie vertellen dat toen ik thuis kwam, ik zo pissig was. Nog steeds trouwens. Ik kan er niet over uit dat mijn moeder die kan niks met in verband met die teen van haar. Maar dan gaat ze wel mijn bureau verplaatsen van de ene kamer naar de andere kamer. Ik was zo pissig en nog steeds ben ik zo ontzettend boos. Ze heeft gewoon mijn fucking bureau gemold. Dat ding kost me 160 euro. Ik heb hem nog een half jaar. Echt. Ik ben echt zo pissig. Zo boos. Nog steeds. Ik was even redelijk gedimd. Maar nu kom ik weer terug in mijn kamer. En dan denk ik, oh. Plus dat ze al het wasgoed wat ze van mij heeft. Wat ik op moet vouwen en ophangen en wegleggen. Heeft gewoon op mijn bed gegooid. Ik weet af en toe echt niet waar die mee bezig is. Maar ik ben zo boos. Nog steeds. Ik ga dit allemaal ook nu niet opruimen en al die dingen meer. Ik ga het allemaal op die stoel daar gooien. Ik kan er überhaupt niet, nu niet tegen, want mijn hele kamer is klerenzooi omdat ze even lopen verhuizen en verplaatsen. Daar kan ik sowieso niet tegen. Het is altijd netjes en strak en opgeruimd hier. En nu is het klerenzooi. Ik word dus helemaal para als ik dit nu zo, als ik rondkijk. Plus ik ben hartstikke moe. Dus wat ik zeg, ik ga die spullen daar op die stoel leggen. Ik ga lekker me omkleden, ik ga mijn gordijn dicht doen, ik ga mijn tv aanzetten, ik ga lekker aflevering van Lisa kijken. En ik ga lekker in mijn bed chillen. En ik ga daarna gewoon lekker slapen. Want ik ben echt vet boos. Maar echt vet, vet boos. Gisteren is er trouwens geen vlog gekomen omdat ik deze vlog in 2 dagen doe. Dat ik morgen waarschijnlijk niet heel veel ga vloggen. Dus dat kan kloppen dan. Maar... Ik ben zo boos. Goedemorgen. Waarbij ik normaal de persoon ben die er lekker op tijd uitgaat. Ben ik nu de persoon die wel op tijd wakker wordt. Het was 6:15. Maar het is nu 9:15. Ik lig nog steeds in bed. Ik heb lekker op TikTok zitten bladeren. En mijn dingen aan het doen. Ondertussen hoor ik mijn moeder de hele tijd mopperen beneden. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat geeft me alleen maar meer reden om nog langer te blijven liggen. Ik ben overigens nog steeds super boos over het bureau. Ik werd vanmorgen wakker en dacht ik, oh. Why? Maar goed, ik ga eruit. Ik ga me klaarmaken. En ik moet om 10:50 mijn prik halen. Dus heb ik super veel zin in. Let's go. Goed, ik ben inmiddels aangekleed en ik heb er toch voor gekozen om de vlog nu te gaan editen. Dus dat ga ik ook doen. Dus ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!